Welke vormen cybercrime zijn er? Kies een vorm en geef daarvan een uitgebreide beschrijving. Dat moet toch niet zo moeilijk zijn? Makkie, gaan we even doen. Daar gaat hij. En googelen maar. En ik tik in vormen. En ik tik in cybercrime. En ik druk op enter. Reclame. En ik zeg dikke doei. Politie.nl. Nee, misschien te voor de hand liggend. Dat gaat hem niet worden. Ah, links. Iets meer achtergrond waarschijnlijk. Nee. Nee, ook niet. Het is niet wat ik zoek. Nou, daar kijk ik zo wel even naar. Volgende. Hier, Wikipedia. Voor al uw vragen. Aha, als dat geen beschrijving van cybercrime is, schiet mij maar lek. Copy. Paste. En de kop is eraf. Dit gaat helemaal goed komen. Oké, ik ga dit varkje even lekker wassen. En dan nu, de actualiteit. Tadaa! Kijk eens. Hij is goed. Hij is prima. Op een presenteerblaadje. Met illustratie. Ik zeg bedankt, Wakker Nederland. Hoe zit het met de tijd? Oh, we hebben nog genoeg tijd. Oké, volgende. Nou, netjes. Mooi uitgebreid. Verschillende invalshoeken. Achtergronden. Een compleet verhaal. Goed, daar zijn we weer. We gaan eens even kijken wat de score is. Dit zou wel eens een toppertje kunnen worden. Misschien... Wat? Wat de f***? Een idioot, wat denken ze wel niet? Een onvoldoende. Hey, kan het even wat minder? Gedraag je eens een beetje. Oh, sorry, ik wist niet dat je... Wat is er aan de hand? Ja, hier. Ik heb dus een opdracht gemaakt. Ik heb echt heel veel informatie verzameld. Heb ik onvoldoende? Dat klopt dus echt niet. Ja, wat mij zo al opvalt is dat je geen bronvermelding hebt. En als je geen bronvermelding hebt, kan ik niet zien waar de informatie vandaan komt en of die wel klopt. Ja, ik heb gewoon opgezocht op Google, Wikipedia, Telegraaf, onderzoekdatabases. En dat zijn je bronnen. Dat is echt heel mager. En als je geen bronvermelding hebt, dan kunnen ze je ook wel beschuldigen van plagiaat. Je moet echt dieper zoeken en dat kan maar op één manier. Het KIK. KIK? Kennis- en informatieknooppunt van de Politieacademie. Nou, dan ga ik daar wel even naartoe. Dankjewel. Maar waarop heb je dan gezocht? Wat waren je zoektermen? Nou, gewoon vorm van cybercrime. Dat is toch logisch? Oké, en dat is het? Ja. Heb je het ook met een synoniem geprobeerd? Nee. Dit is onze site. Hierop heb je allemaal relevante politiebronnen. Speciaal voor ons geselecteerd. Kompel bijvoorbeeld. Of de Thesaurus Politiekunde. Dat is een trefwoordenlijst. Als je daar nou cybercrime in tikt, dan geeft hij digitale criminaliteit. En daaronder weer allemaal andere termen waarop je kan zoeken. Cybercrime, criminaliteit in de virtuele ruimte, kun je allemaal op zoeken. Oké, cool. Zullen we het eens proberen met high-tech crime? Ja. Dan gaan we naar Kompel. Allemaal relevante documenten. Wauw, mooie lijst. En dat is allemaal speciaal voor ons vak geselecteerd. En als je wat wil weten over plagiaat en bronvermelding, daarvoor hebben wij een e-learning ontwikkeld. Oké, nou, ik moet nog een herdoen. Nou, ik zou zeggen, ga hiermee aan de slag. Ik ben in de buurt, dus als je vragen hebt, kom gerust langs. Maar ik zou dus nu gelijk kunnen? Ja, waarom niet? Hier, alsjeblieft. Oké. Succes, hè? Dankjewel. Oké, foutjes menselijk. We gaan het nu helemaal anders aanpakken. Grondig. En als ik grondig zeg, dan bedoel ik grondig.